Terug van weg geweest, de rubriek De Stille Krachten, waarin we inzoomen op het belang van de vrijwilligers binnen onze vereniging. En vandaag de gast als stille kracht, Wouter de Groot. Welkom. Dankjewel, Hans. Wouter, even naar DVS toe. Wat doe je zoal binnen onze vereniging? Ik hou mij eigenlijk sinds dit seizoen echt volledig bezig met social media. Eigenlijk alles om de club heen, betreft Facebook en Instagram. En dat doe ik eigenlijk dit seizoen echt volledig. Vorig seizoen was het natuurlijk nog meer Maarten Zwijnenweg die dat voorheen deed. En ik heb het eigenlijk dit jaar het stokje een beetje mogen overnemen. Dus met veel plezier en trots. Dus. Heel mooi. En waar zit dat plezier in? En die trots? Heb je iets met social media? Ja, wij allemaal natuurlijk. Maar jij misschien iets heel specifieks? Laat ik zeggen, ik vind het heel leuk. Ik vind het interessant. Het is een mooi platform. Er gebeurt een hoop op. En ik denk dat je als club jezelf daar ook echt op kan onderscheiden. Het is natuurlijk van deze tijd als je daar gewoon veel mee doet. En het is gewoon heel leuk om daar je dingen in te laten zien en de club mooi naar voren te brengen. Dus. Als je nou kijkt naar cijfers en de kijkdichtheid of de gebruikersdichtheid van social media. Kun je daar iets over zeggen? Wordt er intensief gebruik van gemaakt van Facebook, Instagram, Twitter? Het is wel zo dat Instagram natuurlijk echt een vlucht heeft genomen de laatste jaren. Dus je ziet ook steeds meer clubs daar ook op actief. Vooral in het amateurvoetbal. En ik denk dat Facebook wel iets aan het afnemen is, maar die platforms die worden eigenlijk beide nog wel veel gebruikt. Dus allebei heel erg actief op, dus leuk. Het gerucht gaat, we hadden ooit een hoogstandje van onze keeper Daan Huiskamp. En die is honderdduizenden keren bekeken. Ja, en worldwide heb ik me laten vertellen. Vertel eens wat over die site van Columbia. Hij heeft inderdaad volgens mij op Instagram ook benaderd door de competitie uit Columbia of zo. Dus Daan Huiskamp die ging viral, dat was fantastisch. Ja, heel veel benaderd erom ook, maar dat is gewoon mooi dat er zo op staat. En dat is ook leuk als DVS TV team zijn en dat we... Ja, dat zo mooi kunnen presenteren en dat zo eigenlijk gewoon omarmd wordt ook. Ja, dat zijn hele leuke dingen natuurlijk. Dat omarmen, dat heeft natuurlijk met reacties te maken. Wat is nou een van de meest leuke reacties die je dan zo binnenkrijgt op basis van een van die social media en de teksten? Ja, ik denk bijvoorbeeld wel met dat van Daan Huiskamp. Dan krijg je gewoon berichtjes van hey, wat leuk. En of mensen die aanspreken van hey, wat gaaf of heb je dat weer gezien. En dat is gewoon leuk als je er weer zo op staat of als tegen Toledo ook, die knal van Okta Öztürk natuurlijk weer, fantastisch. Dat is gewoon mooi om te zien dat zo snel kan gaan, hè, op social media. Dus ja, super. Leuk dat enthousiasme van je. Kortom, de juiste man op de juiste positie binnen DVS, denk ik zomaar. Even wat DVS betreft, kom je uit de DVS-familie? Nee. Vertel eens, waar kom je vandaan? Ik ben zelf geboren getogen Harderwijker. En eigenlijk een beetje via Lex en André een beetje binnen DVS TV team erin gerold. En zo'n beetje geel-zwart hart gekregen. En had je eerst een groen-wit hart in Harderwijk? Nee, ik heb nooit echt voor VVG geweest of iets mee gehad. Dus dat niet. Nee, moet ik wel eerlijk zeggen. Dus. Heb je een voetbalachtergrond in die zin dat je zelf gespeeld hebt in je jeugd? Nee, ik heb geen voetbalachtergrond. Dus dan zou je denken, hoe kom je dan in aanraking met een voetbalclub? Maar wat ik eigenlijk al zei, dus een beetje via. Ja, het heeft me eigenlijk altijd wel heel veel geïnteresseerd en boeiend. Ik kijk er ook veel naar. Het is een hartstikke mooi spelletje, dus ja, zo doen. Dat is het zeker. Je loopt nou een paar maanden mee, hè, binnen deze DVS-familie. Zijn er pluskanten, minkanten, aandachtspunten binnen de vereniging? Hoe ervaar je het? Ja, goed, er zijn altijd wel plus of aanmerkingen en dingen die beter kunnen, denk ik. Maar nee, ik vind het een hele toffe vereniging, heel warm. Eigenlijk vanaf begin af aan al heel erg welkom gevoeld. Gewoon een heel leuk team ook waar we mee werken binnen DVS TV. Maar ik denk de vereniging zelf ook, hoe de selectie staat en alles. De club zelf is gewoon hartstikke leuk om onderdeel van uit te maken. En wat DVS TV betreft is wel een wekelijkse klus van enorme omvang. Hè? Vertel er eens iets over, want je bent er volgens mij misschien wel elke dag mee bezig. Ja, je bent er inderdaad wel druk mee. Maar ja, het is des te leuker als er wat moois uitkomt. En we zijn er in het weekend druk mee dat je natuurlijk wil zorgen dat die livestream ook draait. Ja, daar doe je achter de scherm best een hoop werk voor, maar ook een samenvatting monteren. Ja, dat doen de mannen allemaal verder van DVS TV team nog, maar dat... Ja, er komt een hele hoop bekijken. Ja, social media gaat gewoon door. Je blijft er eigenlijk elke dag wel even actief op. Dus lekker bezig. Ja, je kijkt al even naar mensen die hier omheen staan van DVS TV, inderdaad. Mooi team, denk ik. Zeker. Wat is jouw goede kwaliteit in het team? Mijn goede kwaliteit? Ja, dat is altijd wel lastig. Nee, ik denk wel de rust en het overleg. En uiteindelijk ook wel gaan kijken dat ik meer kan gaan doen.
Nu hou ik me vandaag bezig met social media. Maar ja, goed, mocht ik iemand niet zijn dat je ook de camera over kan pakken. Hè? Dat je gewoon zorgt dat je met z'n allen flexibel bent. Dus ik denk daarin wel rust en flexibiliteit. Als je het zo mag samenvatten. Ja, mooi, heel mooi. Nou, even naar de mens, Wouter. Of degene die achter Wouter schuil gaat. Even wat vragen. Waar kunnen we jou nou 's nachts voor wakker maken? Mij 's nachts voor wakker maken? Ja, dat is een goede vraag. Hans, waar kun je mij 's nachts voor wakker maken? Ja, lastig. Ik denk het niet. Lekker laten slapen eigenlijk. Ik ben wel iemand die veel waarde hecht aan slapen. Dus als ik helemaal lig, dan blijf ik lekker liggen. Ja, daar maar op houden. Omschrijf jezelf eens in een paar woorden. Wat voor type mens ben jij nou? Ja, sociaal, enthousiast, ambitieus. Ja, teamspeler. Zoiets denk ik. Ja. Ja, echt een teamspeler wat dat betreft. Ja. Graag samenwerken met anderen. Ja. Oké. Stel dat je de keuze had om iemand uit de wereld van het nieuws te kiezen om 24 uur mee samen door te brengen. En dan kan je niet kijken naar je eigen levenspartner, mocht die er zijn, maar die is er ook volgens mij. Met wie zou je dat wel eens willen doen? Poeh, nou, dat is ook weer eentje. Even denken hoor. Ja, ik zou wel een keer dagje met de commentator mee willen lopen of zo misschien. Welke commentator? Piet Smit? Ja, Piet Smit is een hele bekende natuurlijk, maar die kennen we inmiddels een beetje. Nee, misschien een Siete Vos of zo, dat lijkt me wel heel leuk. Maar ja, zoiets denk ik. Om een keertje mee te gaan en kijken hoe hun dat allemaal doen. Dus, nou. Oké, iets heel anders. Wat is het gekste wat je ooit deed in je leven? Niet te lang nadenken. Wat was een heel gekke situatie? Het moet er gewoon uitflappen. Gekste wat ik ooit deed, chill. Ja, zeg het maar. Ik kan zo snel niks bedenken. Er gaan een hele hoop gekke dingen door mijn hoofd, maar... Oké, nou nog zo'n eentje. Wanneer heb je echt voor het laatst enorm gelachen? Enorm gelachen? Ik dacht gisteren. Ik kreeg gisteren op WhatsApp een heel leuk filmpje door. Ik zal de details besparen, maar daar bleef ik wel even om lachen. Flink doorgestuurd ook, maar toen heb ik even flink gelachen weer. Nou. Oké. Beste boek wat je ooit gelezen hebt? Beste boek. Ik denk Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Oud-trainer van Manchester United. Enorme fan van de club. Dus hartstikke mooi boek. Ja. Ja, er verschijnen nog eens wat voetbalboeken. Hè? Heb je die van Marco van Basten al? Nee, heb ik nog niet gelezen. Of de heilige JC, Johan Cruijff? Ook die nog niet. Nou, je kan nog een lang lijstje opnoemen. Dus ik ben binnenkort jarig in februari, dus kan al dat wat opzetten. Ja. Oké. Nog zo'n beste verhaal. De beste cabaretier in Nederland. Wie is dat? Najib Amali, denk ik. Waarom? Ja, gewoon een hele grappige man. Altijd lachen. Ja, hartstikke enthousiaste man. Leuk. Ja. Even naar muziek toe. Heb je een voorkeur wat betreft een popgroep of een band of een soloartiest? Niet specifiek een artiest. Ik vind housemuziek kan ik enorm waarderen, maar ook gewoon eigenlijk popmuziek. Gewoon top 50 vind ik hartstikke leuk, maar... Ja, ik heb niet specifiek een artiest. Nee, ik ben heel breed georiënteerd. Dus, Het is niet zo dat als Paul McCartney in Nederland komt, dat jij als eerste de kaart aanschaft? Nee, dat hoeft niet. Want die komt, hè? Ja. Oké, ter afronding. Een paar dilemma's. Online of offline? Online. Dorp of stad? Stad. mannenvoetbal of vrouwenvoetbal? Mannenvoetbal. Publieke omroep of commerciële omroep? Commerciële omroep. Ochtendmens of avondmens? Avondmens. Vierkant of rond? Vierkant. Wil je nog ergens op terugkomen? Ik denk het niet, Hans. Hartstikke leuk. Super bedankt. En jij ook. Fantastische gesprekspartner. Het gaat je goed. Succes met alles wat je doet. Yes, dit was Wouter de Groot.